We zijn allemaal geschrokken. Iedereen is. We zijn nog steeds wakker en we kunnen het nog steeds geen plek geven. Bewoners van het Nieuwersluis Hof in Holendrecht werden om 3:30 gewekt door een serie schoten. Een van de woningen in het appartementencomplex bleek onder vuur te zijn genomen. Het raam is doorzeefd met kogels en ook in de muur zitten meerdere kogelgaten. Ik hoorde 's nachts alleen maar het geluid, bam, bam. Dus eerst bliksem, maar later dacht ik, nee, het is geen bliksem, het is wel het geluid van een pistool. Het was echt takka, 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 echt achter elkaar. En een serie van ta-ta-ta-ta-ta, net als een gunmachine. Het gaat volgens buren om de woning van de moeder van rapper Biggie Dagu, die afgelopen dinsdag werd neergeschoten in de Vechtstraat in de Rivierenbuurt. Hij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. En dat is wat ik bang ben. Want ja, ze zijn duidelijk niet klaar met hem. En ik vraag me wat gaat gebeuren met onze veiligheid ook als boeren. Ik ken die jongen al sinds baby. Dus ik vind het wel verschrikkelijk. Ik ben blij dat de buurvrouw... Dat het niet bij haar naar binnen is gegaan en ook niet bij ons. Bij de beschieting is niemand gewond geraakt. De politie laat weten dat de schutter nog niet gevonden is en dat er wordt gekeken of er een verband is met de schietpartij op dinsdag in de Vechtstraat. In dezelfde straat werd in de nacht van dinsdag op woensdag ook een woning beschoten. De politie kijkt of dat ook iets met die andere twee incidenten te maken heeft. Ik hoop echt dat de politie heel snel de daders gaat vinden. Dat ze gewoon beter gaan zoeken, want 1 en 1 is 2, hè.